Goedemorgen. Storm Younes is in aantocht, een serieuze storm. En we gaan eens even naar de laatste verwachtingen kijken voor deze storm. Ik moet eerlijk zeggen dat de afgelopen dagen de verwachting die we afgegeven hebben nog steeds mooi in lijn is met de laatste weermodellen. Eerst het algemene plaatje. We zien het lage drukgebied, de stormdepressie boven Ierland vanochtend vroeg. En die gaat trekken richting het noordoosten, richting Zweden. Het koufront dat vanmiddag gaat passeren, waar ook wat windstoten op zitten. En achter dat koufront, dan trekt de wind geleidelijk aan. Daar krijgen we dan vanmiddag en vanavond mee te maken. Dan komen we tot stormkracht uit. Hier zien we dat koufront passeren. Hier die strakke westelijke stroming met al die wind erin. En dan krijgen we morgen wat minder wind, maar volgt er wel weer een nieuwe storing. Hier zien we alweer het volgende systeem aankomen dat zaterdagavond gaat passeren, voor regen gaat zorgen. Dan komen we overigens niet tot storm. Laten we het windveld eens bekijken. Dit is dus voor vanmiddag. Dan zien we dat de wind boven zee stevig gaat aantrekken. Daar komt stormkracht te staan. Zware storm zelfs, windkracht 9 tot 10. En op de kust geleidelijk aan ook windkracht 9 tot 10. Dat windveld dat trekt dan in de loop van de middag en ook in de avond wat meer naar het noorden toe. En dan gaan we ook in het Waddengebied die hevige wind merken. En daar zal de wind zelfs nog wat krachtiger zijn. Als ik de animatie aanzet, kunnen we dat mooi zien. Ik hou zelfs rekening met windkracht 10 tot 11 in het Waddengebied boven de Waddeneilanden. En ook het noorden van Friesland en Groningen krijgen met heel veel wind te maken. Pas in de late avond gaat de wind in het westen wat afnemen. Het duurt tot de nacht voordat dat in het noorden van het land gaat gebeuren. De windstoten die daarbij horen, nou, u ziet het al, het is een fors windveld met heel veel windstoten daarin. Zware windstoten ook, makkelijk boven de 100 km per uur boven land, dat is geen probleem. In het westen van het land zelfs 100 tot 120 km per uur. En als we aan de kust kijken, maar ook op het IJsselmeer en Markermeer houden we daar rekening mee. Windstoten die misschien wel boven de 120 km gaan uitkomen. Dit is dan rond 1800 uur tijdens de avondspits. Dan is het dus in het westen fors aan het waaien, dat gaat tot problemen leiden. Dat kan niet anders. En als we dan de animatie verder aanzetten, zien we dat vooral in de avond hier nog de wind even flink gaat toenemen in het Waddengebied. En dan kunnen er zelfs windstoten tot 140 km per uur gaan voorkomen. In de loop van de nacht wordt het dan allemaal wat rustiger. Ja, veel wind dus. Veel getallen die ik heb genoemd. Ik zet het nog eventjes op een kaartje samengevat neer. De piek dus levert 10 tot 11 boven op in het noorden. Zeer zware storm boven de Waddeneilanden. Misschien dat we dat ook nog wel merken aan de rand van Friesland en Groningen. De noordwestkust krijgt daar ook mee te maken. Het westen van het land verder windkracht 9 tot 10 tijdens de piek. Landinwaarts wordt het een harde tot stormachtige wind. Alleen in het westen kan het ook nog wel tot storm komen. Ook rond het IJsselmeer is dat goed mogelijk. En natuurlijk die windstoten, de meest hevige windstoten in het Waddengebied, ruim boven de 130 km per uur, is er later vanmiddag en vanavond mogelijk. In het binnenland zitten we ook boven de 100 km per uur. Dan moet u niet denken van, oh, dat valt dan wel mee. Dat valt zeker niet mee. Dat zijn hevige windstoten ook. In Limburg, daar is het allemaal net even wat minder. En dat betekent bijvoorbeeld ook dat we een code oranje voor heel het land hebben uitstaan, met uitzondering van Limburg. Daar staat nu code geel uit. Maar houdt u vooral toch die waarschuwingen in de gaten de komende uur. Want het zal mij bijvoorbeeld niet verbazen dat we toch in het westen van het land ook nog naar een code rood gaan en misschien ook nog wel in het noorden. Dat zou zomaar kunnen, omdat het toch wel heel serieus is allemaal wat er gaat gebeuren. En precies ook in de Randstad tijdens de avondspits, dat gaat ongetwijfeld tot problemen leiden. Want waar moeten we aan denken? Nou, aan schade, aan huizen, aan de natuur. Er kunnen vrachtwagens omwaaien. Er zal waarschijnlijk ook wel een verbod gaan komen op dijken, dat daar auto's met aanhangers mogen rijden. Misschien gaan dijken en bruggen wel dicht. Dat is allemaal goed mogelijk. Ernstige hinder in het openbaar vervoer. Vanaf 2 uur is nu al bekend dat er geen treinen rijden. Nou, ik ga ervan uit dat ook op de luchthavens problemen gaan optreden. En dat ook daar het vliegverkeer enige tijd stilgelegd zal worden. Kortom, storm Younes komt eraan. Wij zijn er om 1 uur weer. Dan gaan we live als de techniek meewerkt. En dan kunt u eventueel ook uw vragen stellen als u dat wilt. En proberen we zoveel mogelijk vragen te beantwoorden. Voor nu, doe voorzichtig vandaag en hou de waarschuwingen goed in de gaten. Nog een fijne dag. Hoeveel schade kan een zeer zware storm aanrichten? In onze nieuwste video brengen wij het weer voor jou tot leven.